De omwoner van het voormalige defensiecampingterrein in het bos aan de Doornsweg 29B zijn woedend en verbijsterd over de recente ontwikkelingen. Dat schreef Jack Brandsen samen met de rest van de buurt aan het college van Leusden. Hij woont pal naast Kamp Waterloo, een oud terrein van defensie dat begin vorig jaar werd overgekocht door landgoed Den Treek Henschoten. Dat wilde er meteen tiny houses neerzetten, maar daar was de buurt fel op tegen. Ook de gemeenteraad stemde niet in met het plan, maar nu wil de nieuwe uitbater er chalets plaatsen. Ja, die worden groter. Ja, tiny houses was oorspronkelijk 25 vierkante meter en dat werd al snel 50 vierkante meter. Maar nu wordt er zelfs gesproken over 70 vierkante meter. En wat ons verbaast is natuurlijk dat vorig jaar het idee van 20 huizen niet acceptabel was. Dus erg bijzonder wel dat nu 56 huizen in de planning staan. Omdat het terrein een campingbestemming heeft, hoeft het bestemmingsplan volgens de wethouder voor chalets niet veranderd te worden. Als de plannen doorgaan, vreest Jack met bijna al zijn buren voor veel drukte en overlast. Als je bedenkt dat er 56 huisjes bij zouden kunnen komen, ja, hoe is dat goed voor de natuur, hoe is dat goed voor de rust en hoe is dat goed voor het verkeer hier in de omgeving? Het landgoed stelde in haar tiny houses plan nog dat de camping mocht verdwijnen om de rust en natuur te waarborgen. Maar omdat het niet doorging, komt het daar nu op terug. Een camping met maximaal 56 chalets moet kunnen, ook voor de natuur. Kijk, het belangrijkste is dat het landgoed uiteindelijk zichzelf bedruipt. En dat betekent, en dat is best een beetje vloek in de kerk, vindt men dat. Maar je moet het landgoed gewoon geld kunnen verdienen, wil je het in stand kunnen houden. Jack en zijn buren hopen dat het landgoed alsnog voor een andere plek kiest. En zijn ervan overtuigd dat er hier niet zomaar gebouwd mag worden. Gezien de onderbouwing die ons hier eerst geeft, hebben wij hele goede hoop dat zijn verhaal klopt. En dat hier dus geen chalets komen? Dat die vergunning niet gaat gelden voor 56 chalets.